Nou, wij zijn onderweg naar Zevenhuizen. Het is ook gewoon... Ik krijg zelfs een kriebeltje van. Oh, oh, oh. Oeps. I did it again. Ik ben naar het Zuiderpark gereden en hoop dat het speelparadijs leuk is hier. Dus voor mij de eerste keer. Zoals je ziet heeft Jessie er heel veel zin in. Snel naar huis gegaan, want er zou een speciale bezorging voor ons komen. Maar nog 2 eyecatchers. Ja, ik ben er niet helemaal gerust op. Oké, open maar. Wow. Wow. We hebben 2 leuke eyecatchers gespoord. The girl with the bubblegum. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. We filmen weer met onze oude camera. De oude getrouwde systeemcamera. Ja, die in ieder geval wat lichter in de hand is. Maar hij is gefixt, jongens. Kijk, geen bewegen, geen gegriebel, geen nou. Dus we hopen dat het zo blijft. De andere camera maakt ook hele mooie beelden. Maar die is wel veel meer met ja, is gewoon een stuk blurry achtergrond en zo ook. Hè? Dus veel meer de... Ja, dat klopt. Het brandpunt is fixed, zeg maar inderdaad. Dus daar krijg je veel meer dat voorgrond-achtergrond. Ja, kan ook mooi zijn. Nou, wij zijn onderweg naar Zevenhuizen, want we dachten we willen even naar het tuincentrum, maar niet telkens naar degene waar we altijd gaan. Altijd wel, hebben we nu wel gezien. Dus we gaan eventjes naar een andere winkel in Zevenhuizen. Ik ben benieuwd. We hebben in ieder geval een pot nodig voor de boom. Ja, de laaiboom. Die lagen vanmorgen allebei om. Ja. Dan gaat er eentje naar mijn vader straks. De wind gaat echt gek te keren. Ja. En wat gaan we doen? Gaan we kleur doen of zwart-wit? Ja, het ligt echt aan wat ik zie, maar op zich mag het voor mij ook wel een kleur zijn. Ja. En ja, en ik wil even kijken of we inderdaad nog wat kunnen vinden voor die sedum. Oh ja. Ja, dus dat we voor de oprit de plantjes kunnen gaan doen. Ja, ja, maar dan moeten we ook... Even wachten, schat. Dan moeten we ook potgrond hebben. Ja. Ik heb geen idee hoeveel. Ik ook niet. We zien het wel. Kijk, dat kunnen we dan altijd ook nog wat dichterbij halen. Ja, misschien bestellen. Ja. Nou, ik ga even Jessie helpen, want die heeft het moeilijk blijkbaar. Ik denk dat de tablet weer op scherm is gegaan. Nou, we zijn er. Maar een aantal dingen. Het regent dat het giet. Jessie heeft geen jas bij zich. En hij slaapt. Helemaal oud. En René heeft hoofdpijn. Ja. Ja. Dus ik denk dat we maar weer naar huis gaan. Nee. Oh. Dus jij ging een karretje halen, zei je toch? Nee, jij ging een karretje halen. Oh, dus mevrouw is geëmancipeerd als het haar uitkomt. Huh? Ik ben al hartstikke geëmancipeerd. Ja. Zo geëmancipeerd dat je zegt, jij gaat eruit. Ja. Ja, dat werkt wel, mevrouw. Die bloemen boven mijn hoofd. Maar hij wordt nu niet nat, want ik heb een paar hortensia's boven mijn hoofd. Ja, nee, tuurlijk. Gaat wel werken. Ik ga eerst even kijken waar überhaupt de karretjes staan. Daar, volgens mij. Waar? Daar. Tuurlijk! Ook! Oh, daar. Oh, dat valt wel mee. Er staat nu potten, 50%. Nu? Volop potten. Nu? 50%. Nee. Toppie. Maar, feit, dat is de helft. Dat is de helft, ja. Ik krijg dan maar een halve pot. Het is zo grappig, jij. Ja. Echt, dat is echt niet normaal, hè? Daar heb ik niet eens op geoefend of zo. Nee. Komt gewoon helemaal spontaneous, weet je wel. Nou, dat ga je zo. Even. Ja, natuurlijk. Nee, moet je erbij? Tuurlijk. Lukt het? Moet ik helpen? Moet ik helpen, schat? Huh? Lukt het? Lukt het? Nou, ik ga wel even een karretje scoren. Ik word toch wat minder. Ja, ik zie het ook.
Waar heb je het over? Nee, ja, wacht even dan. Ja, ik heb de jas niet aan. Nou ja, nu je toch staat. Het karretje pak, ja, ik pak het karretje, pak jij Jessie? Nee, ik pak wel, ja. Ja, het maakt ook geen rol uit. Ja, ik heb geen jas. Nee. Ook niet. Goed okay. Bezig jullie ook. Geef de camera. Echt super slim. Ik geef gewoon Jessie de schuld. Geef de camera aan jou. Ja, Jij bent waterdicht. Wat doe je? Kijk, we hebben een werkje hier. Even kijken, die als je wilt, mevrouw? Ja, heel graag, alsjeblieft. Dankjewel. Ik denk dat ik er zo nog niet bij kom, hoor. Nee, ik denk het ook niet. Je bent niet zo lang. Ja, mevrouw zei, doe alsof je thuis bent, maar dat is wel een hele gevaarlijke uitspraak. Heftig. Het hangt al een tijdje. Dat is een aardige rasta hier zo. Ja. Ja, deze komt in de hal erbij. Kan ik hem opzetten? I shot the sheriff. But I did, I should not have. Gekke papa. Oh, oh, oh. Wij zijn weer thuis. Heerlijk thuis. We hebben twee potten gekocht, twee planten, die hebben jullie gezien, maar ja. Wat jullie nog niet hebben gezien niet is hebben dat gezien. We ook een hele grote palmboom Jeet. Hebben gekocht en een, ja, groot, hè? En een boog, een ja, hoe noem je dat? Normaal is het een rozenboog ding. Ja. Maar hier zit geen rozen in, maar een hele mooie andere bloem. Geel oranje bloem. Ja. Ja, en het is echt zo'n hele grote boog. Echt super prioriteit voor in de tuin. Ja, daar hebben we het al de hele tijd over dat we dat graag wilden voor in de achtertuin. Ja, het is eigenlijk ontstaan in Curaçao. En nu heb ik een beetje afgeweken van het idee, omdat ik deze ook wel heel mooi vond. Ja, ik denk dat het ook bijna niet te doen was om die na te maken. Tuurlijk wel, alles is te doen. Alleen kost het kapitalen. Kapitalen. Dus we hebben nu eerst gekozen voor een geldboom. En dan zien we wel verder. Ja, nee, deze gaan we dus gebruiken als waar je doorheen gaat om een pad op te lopen naar de rest van de tuin. Nou ja, ik dacht eigenlijk dat we hem het beste neer kunnen zetten richting de buitenkeuken, zeg maar. Richting de buitenkeuken, dus dwars. Of eigenlijk in de lengte? Nee, gewoon recht, maar dan wel waar het pad begint van de... Het kan, het kan. Ja. Maar goed. Ja? Heb je gewonnen? Goed zo. Wauw. Leuk zeg. Goed hoor van jou. Ik denk dat ik een nieuw gerecht heb beloofd. Zo. Dus wat anders dan de kapsalon. Ja, ik mist alleen sla nog. Maar dit is... Papa. Pasta patate. Dit is de PP, wel bekend. Dat kent iedereen. Pasta patate met de meatballen. Ja. Kijk eens, Jessie.
Ik heb voor jou alles leftovers. Wat je lekker vindt. Leftovers. Ook stond. Wauw. Ik zeg hey Thomas. Dankjewel. En dit hebben wij de hele tijd op laten staan. Dus wij gaan een lekker stoofie eten. Ja, ik heb een heerlijk stoofie gemaakt. Uit dit fantastische boek. De Bijbel van de Indonesische keuken. Ja. Yeah. Ik vind het echt super lekker. Echt hele mooie recepten. Uit heel Indonesië. Er staan ook allemaal verschillende eilanden beschreven en zo. Dus ik heb eerst boemboe gemaakt. Boemboe is eigenlijk je kruidenmengsel. Die ga je eerst een beetje aanfruiten en zo. Ja, sommigen die maken eerst het vlees en dan de boemboe aanfruiten, bakken en dan, om die dan later nog erin te doen. Ik maak altijd eerst de boemboe. En dan blus ik het af en dan doe ik daar het vlees gelijk bij. Ik vind het lekker om. Heel de aroma, smaak, alles van die specerij gaat dan mooi in het vlees zitten. Dus ja, ik heb ketchup, een beetje citroenblad gebruikt, gember. Heb ik een mooi buideltje gemaakt. Want wij hebben natuurlijk een hele, hele grote pot met gember gedroogd. Dus dit doe ik dan in een theezakje, die doe ik erin. Worteltje, ui, knoflook en aardig wat runderlappies. Heerlijk. Nootmuskaat, koriander, komijnzaad een beetje en wat pepers. Dus ik hoop dat die niet te pikant geworden is voor je. Nou, ik kan wel wat hebben tegenwoordig. Ik denk dat het meevalt inderdaad. Dus laten we lekker gaan eten. Ja, trouwens, weet je waarom dat het enige boek is die over is gebleven van alle kookboeken? Waarom? Ja. Waarom? Ja. Nou, omdat we die later hebben gehad, denk ik. Ja, toen we bij mijn moeder woonden al. Simpel is het gewoon. Ja. Mocht je nou ergens door Den Haag rijden en je ziet een doos staan en je denkt, hé, wat raar, kookboeken, bel ons even. Want we zijn nog steeds een doos kwijt met allemaal kookboeken en ik heb echt geen idee. Nee. Hebben ze echt niet weggedaan. Misschien komen ze nog een keer tegen, maar... Ja. Het was ook niet zomaar... Het was echt een chocoladeboek. Ja, de zilveren lepel, geloof ik. Echt dat hele grote kookboek met allemaal Italiaanse gerechten. Ja, het is echt heel gek. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Ja, balen. Ja, echt balen. En dan hoop ik ook dat er alleen nog maar kookboeken in zaten. En niet ook nog bijvoorbeeld fotoboeken erbij of dat soort dingetjes. Nee, want dit is uit het keukenkastje gekomen waar alle kookboeken stonden. Ja. En alle fotodingen die waren al opgeruimd volgens mij. Ja. Is lekker? Heb je nog een extra mond nodig? Ja, als jij droog bent, dan krijg jij nog een cadeautje. Nog een cadeautje? Ja, want je hebt het ook weer heel goed gedaan. Gisteren was het even niet gelukt, hè? En eergisteren ook niet. Maar vandaag weer wel. Supergoed, ja. Zo, was je gewoon echt weer droog, hè? Wat denk je dat is? Leuk. Ja, mag ik dat op mij? Ga je je aankleden? Maar hij moet denk ik aan het plafond. Denk je niet? Ja.
Hij werd sowieso een plafond. Moment. Nou, we hebben inmiddels bepaald waar ze gaan hangen. Ik heb ze ook al afgetekend. Ik ben nog steeds onwijs blij met onze laser. En als we gaan boren, dan houden we natuurlijk het liefst een stofzuiger bij. En we hebben toen de sleutel gekregen vrij snel een stofzuiger besteld online. Het was even Karker. Daar waren we niet zo blij mee. Nee, we hadden een kleinere versie genomen, omdat we dachten, ja, we hoeven niet zo'n hele grote, maar wel een beetje een bouwstofzuiger. Ja. Nou, dat ding was super groot. Hij is vrij groot. Hij is vrij groot. En daarnaast, waar ik gewoon zo'n scheidhekel aan heb. Ontzettend hekel. Is dat die snoer zo kort is. Kort snoer. Dus echt met 2 meter of zo heb ik het gevoel. Nou, 3 meter. 3 meter. Een halve meter snoer. Nee, maar echt. Ik denk dat ik voor mijn huis, om alleen de woonkamer, of ja, de woonkamerkeuken, ik wel 4 keer de snoer moest verplaatsen naar een ander stopcontact. Ja. Echt verschrikkelijk. Dus we hebben er nu een gekocht die echt gewoon heel klein en compact is. Ja, ik heb gescoord bij de Lidl. Ja, en hij gaat echt super soepel over de grond. Dus de slurf is vrij lang, dus dat heb je dan ook al mee. Lange slurf. En de snoer is echt heel lang. Ja. Dus als wij nu bijvoorbeeld op de eerste verdieping de stekker in de kledingkast. In de kast in het midden, dan kunnen we gewoon de hele verdieping doen. Ja. Oh, en hij is zakloos. Ja. En hij is super klein en compact. Ja, en hij zuigt goed en je kan hem makkelijk losmaken. En dit is geen sponsoring overigens, maar dit zijn echt van die dingen, daar wil je eigenlijk niet je geld aan uitgeven. Het is nooit leuk om je geld uit te geven aan een stofzuiger. Nee, dan denk ik van yes. Okay, maar je kan wel zo gelukkig zijn als je een goede stofzuiger hebt. Precies. Zo. Wat een vlot. Als een fancy. Ik moet hem alleen nog eventjes verpotten. Ja. Kom zo bij het terug. Oké. Okay. Zo, mijn fiets is nog steeds niet leeg. Ik weet het. Nou, leuk. Lucht in. Bob gaat als eerst. Bob hangt. Heel gaaf. Weet je nou, ja, wat ik toch leuk vind is nu dat... We zijn tot nu toe eigenlijk helemaal niet van geel. Maar dit, juist omdat het nu zo minimaal is, komt het heel mooi tot z'n recht. Ja, en het steekt toch af. Kijk, en stiekem hebben we hier geel. Ja. Oogt er toch een beetje naar goud ook. Hè, dus dat hebben we dan weer wel. Ja. Nou, de volgende, hè? Marley. Ja. Wij geven onze planten en bomen dus namen. Ja. Dus de olijfboom is Olivia. Dit is Bob. En dat is Marley. Dan hebben we nog Penelope. Dat is met het ananasje. Ja. Dan heb je Rosa. Dat is de rode, de roze, roze die zo gaat. Ja. De roze die zo gaat. Ja, die bovenop de roze. Ah, ja. En dan hebben we Amigo. Dat is de cactus. De cactus. En volgens mij was dat het. En die 3 kleine. Ja, die hebben we nog niet kwik, kwik en kwak. Nee, dan moeten we nog even een leuke nog vinden. Ja, dat is mijn kroost. Ja, die kleintjes. Ja, die vind ik ook heel leuk. Daar moeten nog meer bij komen. We zagen vandaag echt zulke schattige met bloempjes erbij. Oh, kleurtjes, ja. Ja, die worden ook nog wel uitgebreid. Ja. Onze cactusjes. Licht is nu niet echt perfect. Die is beter. Vind je het storend dat die pot een beetje schuin hangt? Nee, dat zie je toch niet door die haren. Hé, Marley. Hang je lekker? Ja, ik vind het ik vind het weer heel cool. Dus ga je wat ik aan het doen ben? Wat ben ik aan het doen? Geen idee. Ik hang met mijn maatje. No woman, no cry. Doe, 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 doe. No, mama, no cry. Ja, ik vind het, ik vind hem heel, heel vet. Ja, het is ook een vetplant.
Ja, we hebben dus voor een vetplant gekozen, omdat dit eigenlijk een ruimte is waar niet heel veel licht komt. Eigenlijk zijn wij gewoon vetplantfreaks. Ja, dat klopt wel een beetje. Ik vind die erg leuk. En ja, het bleek ook dat dat de beste oplossing was, of de beste keuze voor in de hal, waar dus niet al te veel licht naar binnen schijnt. Dus we gaan het meemaken. Ja, of ze het gaan redden. Ja. En voor ons nog anti-groene vingers, zeg maar. Nou ja, precies. Ze zijn ook een beetje in de leer. Ja. En ik zei net, ik zei de hele tijd, ik wil geen planten in huis. Geen echte planten. Ja. Maar ons gaat alles dood. Maar ja, ik vind het toch wel heel gezellig. Nou ja, die cactussen hebben wel bewezen, die doen het nog steeds. Ja, want het zijn dan ook wel cactussen. Ja, als je die zelfs... Eigenlijk de planten die je een soort van moet verwaarlozen, die overleven het. Ja. Maar goed, we gaan ons best doen. En, ik ben ja, er heel blij mee. Ik ben er ook heel blij mee. We moeten eigenlijk nu nog in de hal deze inderdaad mooi zien weg te werken. Want die hangt er nu ook nog een als een slinger bij. En we gaan waarschijnlijk hier zo ook nog wat hangen. Maar anders dan een poster voor de afwisseling. Net zoals dat we hier heel leuk de flamingo hebben. En we hebben daarboven nog ruimte voor iets. Ik denk dat we nog twee plekjes op te vullen hebben. Dan is daar... En daar. Dit is al een verbetering. Maar het is wel echt gelijk gewoon heel veel meer sfeervol, hè? Twee planten ophangen in je hal. Ja. Het is ook gewoon... Ik krijg zelfs een kriebeltje van. Wat ik gewoon leuk vind is dat we hebben natuurlijk heel lang... Wat ons idee is dat we in ons huis straks... Eigenlijk het liefst elke dag het gevoel van vakantie... Yoga, meditatie, tot rust kom, huis. En mensen denken echt tot rust kom, huis, met al die kleuren. Nou ja, ja en nee, misschien aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het wel zo dat iedereen die tot nu toe hier binnenkomt, of die dan de filmpjes zien, de meesten, die zeggen wel van het past wel allemaal bij elkaar. Ja, ja, dat is zeker. Daardoor geeft het wel heel veel rust. En in het begin had je natuurlijk alleen de kleuren. Ja. Dus je dacht, pff, wow. En nu heb je al die onderbrekingen van wat schilderijtjes en nu de onderbrekingen van de potten. En ik heb volgend jaar, februari, maart, heb ik een verrassing voor jou. Dan komt er nog iets leuks. Dat gooit hij even tussendoor. Wat? Februari, maart, heb je een verrassing voor mij? Oh, wat? Zei ik dat? En ja... Ik voel me wel steeds meer shuang fei. Nou ben ik echt super benieuwd. Heel feng shui voel ik me. Ja. Is dat een hint? Feng shui? Nee. Nee, ik zei ja, sheng fei. Sheng fei. Ja, voor mij mag daar in principe in die hoek ook nog wat komen. In de hoek zelfs? Wil je dat daar neerzetten, zeg maar? Ja, maar dan op een soort van plateau, op een rijdend plateautje. Dat we hem makkelijk even opzij kunnen schuiven als we bijvoorbeeld daarbij moeten komen. Wat mij heel leuk lijkt, is dat we daar een gat maken en daar een gat en dan zo'n poortje maken en dan zo'n treintje. Ja, lekker voor de feng shui. Tjongejonge. En doe die eens dicht, want dat hoort er natuurlijk ook zou bij. Zou je misschien alsjeblieft... Zou je alsjeblieft... Ja, en dit moet ook nog afgewerkt worden natuurlijk. Want dit is nog niet helemaal af, maar het lijstje zit er in ieder geval al omheen. Mm-hmm. Mm-hmm. En we hadden natuurlijk ook een plan voor de trap, hè. Ja, daar zijn we ook nog heel erg over aan het nadenken. Ja. Gaan we het al weggeven wat we in gedachten hebben? Ah ja, fuck it, why not? Want we hebben toch dadelijk veranderen we weer van mening. Nou, maar wat ons heel tof lijkt is de trap zelf. Heeft er een dorst? Jezus. God. Ja, we zouden eigenlijk het water wegzetten, hè? Maar nou mist hij weer alles over straks. Ja, we wilden eerst iets van lila, lakken. En nu hadden we dan het idee om de achterkant...
een bocht, zeg maar, met een leuk tegeltje erin. Ja, of... Ben ik nu alweer een idee... Nou, nee. Ja, of hetzelfde vinyl van bovenaan. Dat zouden we ook nog eens... We hebben boven nog een rol staan, toch? Daarvan. Ja, hartstikke veel. Zullen we die gewoon even voor de grap even zo erop leggen? Zo? En gewoon even kijken voor de look. Nou, we hebben dus... Ik kan hier trouwens ook in, hè? Hem neergelegd. Maar we zijn er dus nu al over uit dat dit er niet gaat worden. Want het is te verschillend, ook al is het zwart-wit, van de vloer. Ja. Dus of we moeten dezelfde tegel doortrekken, ja, als achterkant. Dat zou leuk zijn. Maar... Dat zou kunnen, ja. Ik probeer nog steeds mijn Mexicaanse tegeltjes zo erin te duwen. Ja, maar nee, die moeten echt niet hier. Want in dat Mexicaanse zit ook hartstikke veel geel en heel veel kleur. Dat is gewoon te niet matchend. Hoe ben je nou hier? Mooi, hè? Hangen. Dat heeft papa gedaan, hè? Mama, gisteravond toen jij sliep. Zo leuk. Het eerste wat hij zegt toen hij van de trap kwam. Oeh, dat is mooi, hè? Mama, ja. Ik wil drinken. Ja, we gaan eventjes drinken voor jou pakken. Het is herfstvakantie, Sarah moet werken, dus ik ga dit zilver. Kan ik gelukkig naar mijn moeder brengen. Dus dat betekent dat ik wel wat vroeger weg moet. Dus ik ga snel even alles pakken. Jessie, ik ben 2 minuutjes even mijn jas pakken. Ja? Wat is dit? Ik wil met melk. Ja, dat zie ik dat je met melk wilde. Maar wat we hebben het over gehad? Je mag niet zelf pakken. Nee, maar ik wil melk erbij. Dus... Ja, maar nou past dat toch niet meer. Dan moet je alleen maar slurpen. Ik vind het wel knap dat je het precies tot het randje hebt gedaan. Dat dan weer wel. Goedenavond. Nou, Sergio is vandaag druk bezig geweest weer met de oprit om de borden... om de zijkanten verder te doen met de buurman. Ik ben gaan werken en daarna ben ik eventjes gaan shoppen in de stad. Oeps, I did it again. Ik heb weer enorm veel kleding gekocht. Vooral heel kleurrijk. Dit is een jumpsuit. Daar heb ik dus nu ook de broek van aan. I love it. En deze heb ik nu ook aan, maar dan in het blauw. Wat vinden jullie ervan? Zo, en de riemen. 2 kleine riemen heb ik erbij gedaan. We gaan helemaal weer in de kleur, jongens. En je kleed je zoals je je voelt, hè? Dus als je lekker in je vel zit, nou, dan durf je ook weer meer. Maar andersom werkt het natuurlijk ook, hè? Dus als je je een beetje leuk kleedt, dan voel je je ook gelijk... veel beter. Nou, we gaan door naar mijn moeder. Want wij doen in principe bijna elke woensdag bij elkaar eten. En dat wisselen we af. En dit keer is het weer bij mijn moeder. Dus daar gaan we heen. Hallo. Nou, het is vandaag mijn dagje met Jessie Silver. En ik dacht, wat gaan we nou doen? Dus ik ben naar het Zuiderpark gereden. En hoop dat het speelparadijs leuk is hier. Dus voor mij de eerste keer. Zoals je ziet heeft Jessie er heel veel zin in. We gaan even kijken of het wat is.
Jessie Silver lag nog steeds te slapen toen ik aankwam. Dus die ligt nu even lekker op de bank. Ondertussen is ze zo goed bezig. Weer met de oprit. Er komt steeds meer steenafval bij. Terwijl de buren al lekker met hun tuin bezig zijn om die mooi te maken, maken wij alleen maar meer rommel. Maar goed, dat gaat ook wel komen. We zijn eerst bezig met onze oprit. Eén voor één. Kan niet alles tegelijkertijd. Maar Sergio is al een stukje verder. En hij is mooi nu alles aan het afsluiten. Wat zitten jullie nou weer te blaffen? Hou eens op, jongens. Ik kom ook buiten zitten. Hallo. Ik ben lekker thuis. Ik heb vanochtend gewerkt en ik ben snel naar huis gegaan, want er zou een speciale bezorging voor ons komen. We hebben het al gezegd, we zijn laatst natuurlijk in de Intratuin geweest. Daar hebben we Bob en Marley gekocht, maar nog 2 eyecatchers. En die zouden vandaag bezorgd worden. En ik ga ze laten zien. Ik ben even binnen gaan staan, want de buurman die gaat dadelijk verder met zagen van de stenen. Maar we hebben dus alvast een boog besteld. Daar komen hele mooie bloemen aan. Lantana bloemetjes. Ja, dus dit komt wel... Dit was eigenlijk niet echt de bedoeling dat er dus bloemen zouden komen die als een gek zouden uitvallen. En ik heel veel werk aan heb waarschijnlijk dadelijk. Maar... ja, we wilden toch wel al die tijd een boog. En zoals we het gaan zien, worden ze echt zo prachtig. Dus, nou ja. En het was echt... we konden het niet laten staan. Het was echt een koopje. Dus we hebben hem meegenomen. En later gaat het hopelijk heel mooi passen bij de rest van de tuin. Maar deze zijn alvast in de pocket. En ondertussen is Jessie Silver bij oma. En die zijn samen naar het circus. Dus daar ga ik jullie ook even wat van laten zien. Here we go! Spannend! Kom eens hier! Superleuk dat hij een keer naar het circus is geweest. Hij was wel een beetje hangerig, zei mijn moeder. Ze denkt ook dat hij een beetje ziek is. En het zou wel kunnen. Ik heb namelijk gemerkt dat hij ook wat slechter gaat horen. Dat hij echt een paar keer zegt, wat zeg je? En dat hij ook een beetje pijn aan zijn oor heeft. Dus ik heb vandaag aan zijn oor gekeken en ja, ben er niet helemaal gerust op. Maar ja, die mini oortjes zijn gewoon heel moeilijk te bekijken of er nou echt iets aan de hand is. Dus daarvoor heb ik even een afspraak gemaakt bij de huisarts. En dan ga ik gelijk met hem mee dat ik ook mijn griepprik krijg. Want daar heb ik een uitnodiging voor gekregen, aangezien ik nu ineens in een gezondheidsrisico zit. Het is heel gek dat je ineens daarvoor allemaal wordt opgeroepen en dat je al op je 32e al in zo'n groep valt. Maar ja, ik ben blij dat het er allemaal is, dus dat gaan we gewoon doen. Hopelijk valt het mee, maar ik vind het wel iets om eventjes na te laten kijken. Sergio is onderweg, dus ik ben benieuwd wat hij gaat vinden van de palmboom en onze boog. Hey, jij daar. We hebben een pakketje. Ja, is het binnen? Het is een bezorging. Is het nog steeds zo mooi en groot als dat ik dacht? Pas op! Pas op!
Ogen dicht. Oké, open maar. Oh. Wow. Ik dacht dat hij nog op een podium stond. Kijk, ik ga er eens naast staan. Ja, dan lijk ik heel klein. Daarom juist. Of die boom gewoon heel groot. Ik moet even wat verder staan, want anders past hij er niet op. Ja. De rest van de tuin is nog niks, maar... Maar de boom hebben we. Ja. Ik zei, hij zei al, waar komt hij te staan? Ik zeg, nou, ik denk dat we er nog één moeten scoren. Ja. En dan aan beide kanten van de tuin of zo. Ja, het idee was aan de voorkant van het huisje, zeg maar. Van de overkapping die we gaan maken. Ja. Daar twee zo. Maar twee zo kan ook, ja. Ja. Is nog allemaal te bepalen. Gaaf, hè? Ja, heel blij mee. Hij is ook gewoon super mooi en zo groot is gewoon vet. Dat is wel wat we wilden en hier liepen we gewoon tegenaan. Ja. Dus dat hebben we gewoon goed gedaan. Maar ik heb me altijd afgevraagd, gaat dit automatisch? Wat? Ja, dit. Die haren. Ja. Dat die haren heeft. Ja, ik gok niet dat de mensen dat eromheen hebben. Ik denk dat het gewoon een harige boom is. Hebben we al een naam? Nee. Even verzinnen, hè? Ik zou er bijna overheen kijken, maar... Familie Politti. Ja, nou dacht ik, op zich in de voortuin is die ook leuk. Ja. Moeten we even kijken. Ja, zat ik ook bedenken, toevallig, net. In ieder geval, hij staat voorlopig hier even goed. Hij gaat toch nog niks doen. Ik had wel gehoopt op een kaartje erbij hoe we dat ding moeten verzorgen. Dat kunnen we toch gewoon googlen. Even googlen, ja. En even een paar mooie potten eromheen. Ja, maar man, ik heb gezocht naar potten vandaag. Die kringen zijn duur. Ja. Ja, ik zat er te denken, wat denk je van die daar? Ja. Maar zoiets hebben we ook nodig voor de olijfboom. Ja. Nee, ik zat ook hier te kijken naar minimaal 60 hoog of zo. Ik heb wel een mooie site gevonden, maar het zit gewoon 400-500 euro is niks. Nee. Nou, als dat het normale bedrag is, dan gaan we snel die roze halen, want... Nou, daar zat ik dus ook te denken. Ja. Of ik maak zelf iets. Ja. Ja, ben er blij mee. Ik ook. Mooi. Ik ben er even op uit, want het is shopping night bij Stoer Wonen. En ik zag er allemaal zulke gave dingen, dus ik dacht, daar ga ik dit keer eventjes heen. En dan gaan we kijken of we iets leuks kunnen scoren. Of niet. Maar dan zijn we er in ieder geval weer uit. Ik heb me ook... kleurrijk aangekleed vandaag. We hebben fles staan, dus dat is van alles. Hallo. Nou, ik ben dus weer shoppen. Ja. En? En ik dacht dadelijk voor ons format. Ja. Hè, willen we natuurlijk wel een beetje dat... de keuken er leuk uitziet, een beetje met leuke decoratie en zo. Dus dan hebben we twee leuke items gescoord. Ja. Lemon. Oh, de lemon side. Daar kun je dus ook nog wat in doen. Ja. En... Nice. Hierbij, of hier zo. Zullen we hier leuker staan? Ja. Past ook wel leuk hier zo bij de plantjes. Ja, ik heb wel gemerkt dat hoe dichter iets bij de kookplaat staat, hoe sneller dat het echt wel vies wordt, zeg maar, door het koken. Ja, dat is niet zo gek. Nee, op zich niet. Maar wel. Kan zonde zijn, dan kun je het kookboek vol met spetters. Ja. Maar goed. Kijk, en hoort uiteindelijk willen we natuurlijk ook dat of hier gaat nog een hele gave grote vaas planting komen. Of we gaan hier nog een verhoogde plateau kopen en deze erop zetten. Ja. Dus zullen we even kijken wat in de goodie bag zit. What's in the goodie bag? Nee. Champagne, baby. 0% alcohol.
Oh. Een chocoladeletter. Van Chessie Silver. De Sint was daar vroeger. Mooie kaarsjes. Oh, altijd leuk. Waar zijn van de kaarsjes? Een grote geurstokjes. En er zit nog iets ingepakt. Wat zou het zijn? Een kerstbal? Ja, dat zou heel goed kunnen. Yes. Nou, die is leuk. Dat is een coole kerstbal. Oh, nice. Is dat een tijger? Tijger. Is gaaf, hè? Hij is een panter, toch? Of niet? Een tijger heeft strepen, toch? Oh, ik dacht dat het decoratief was, die stippen. Ik had het nog niet echt gezien, maar dan is het inderdaad een panter of een luipaard. Een luipaard. Vet, hè? Ja, heel mooi. Leuk. Nou, ik heb eten voorbereid voor morgen, want Veran die komt lekker op visite. En het wordt een vislasagne. Daarover morgen meer. Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag en ik ben vandaag alleen met Jessie Silver, want Sergio is werken. We gaan eventjes boodschapjes doen, want we krijgen visite vanavond. Ik ben toch lekker filmpje kijken. Oké, nou gelukkig maar. Ik hoop dat hij blijft doen. En daarna ga ik even door voor de coronavaccinatie te halen. En misschien nog even door naar een andere winkel. Maar genoeg te doen weer. Ik ben weer thuis. Het is iets anders gelopen dan ik in gedachten had. Maar niet minder leuk. Want ik heb mijn coronaprik gehaald. En daarna wilde ik naar een bepaalde loods. Die vandaag open zou zijn. Want daar had ik leuke spulletjes gezien. En onderweg daar naartoe zie ik ineens een andere tuincentrum. In het Westland. Hier zo. Dus ik... Stop! En ik ben er even gaan rondlopen. En ja hoor, eindelijk... vond ik de planten genoeg voor ons perkje op de oprit. Sedum en siergras. Dus daar zijn we heel blij mee. Ik heb heel veel meegenomen. En als het goed is, kunnen we die gaan planten. De hele auto ligt vol. En het is de bedoeling dat dat allemaal hierin gaat komen. Dus hopelijk is het genoeg. En anders moeten we nog meer bijhalen. Maar... eerst even leeggooien. Ja. En daarna grond erbij. Even een iets andere planning. Ja, maar ook wel leuk. Zeker leuk, zeker. Nou, let's go. Zo, nou. Hij is uitgegraven. Nu wordt het de grond erbij gedaan. Ja. Ik heb even mijn kniedingetjes aan. En dan kan ik alvast... een plantje erin gaan zetten. Super chill dat we die grond maar mogen hebben. Nou, deuren, absoluut. Want het is gewoon bemeste grond. Ja, dat scheelt een hoop. Gewoon luisteren, Jessie. Ik ben nou oud genoeg. Toch? Weet je wel. Nee, weet jij wel, toch? Ja. Ik zweef me kapot. Mijn rug wil niet meer. Maar het ziet er mooi uit. Echt heel erg leuk. We hebben voor vanwege de zwaartekracht hebben we even de olijfboom omgepot in een specie bak, kuip. Daar komt natuurlijk nog een mooie bak voor. Maar voor nu eventjes, want hij viel al een paar keer om. En we gaan nog waarschijnlijk twee van deze grassen bijkopen, zodat ze aan beide kanten een mooi vullen. Het resultaat is bevredigend. Nee. Goedemorgen. We hebben een hele gezellige avond gehad. Veran en Jet waren er. We hebben deze prachtige bos bloemen meegebracht.
En die heb ik in deze vaas gezet. Ondertussen is de klok een uur vooruit gegaan. Achteruit bedoel ik. En heeft Sergio sinds gisteren hoofdpijn. En nog steeds heel erg. Vannacht eruit gegaan voor pijnstilling. Vanochtend. Au, enig idee? Eén keer in de zoveel tijd ga ik ermee naar bed en sta ik er zelfs mee op. Het enige idee waardoor het komt. Ik zat te denken aan te weinig water gisteren, maar ik heb toen behoorlijk wat water gedronken. Zo een beetje zo. Een tweeën, zo. En ik heb gistermiddag een pre-workout op. Soms heb ik dat gewoon het ene in de oven, in de oven. Twee potten staan. En we gingen lekker in de tuin bezig en zo. Dus dan. Soms valt hij toch verkeerd, denk ik. Ja, maar je moet ook niet vergeten dat we nu een stuk minder eten, hè? Ja. Dus. Ik heb hem wel op nadat ik gegeten had, natuurlijk. Ik heb gewoon gelust op mijn werk. Ja. Ik weet niet. Misschien omdat we ook. Een stuk minder suikers op hebben de laatste afgelopen week. Ik weet het niet. Nee. Je zegt, we eten wat minder. Daar hebben we natuurlijk helemaal niet over gehad. Nee. In de vlog. Wat ben je allemaal aan het doen, joh? Nee? Maar ja, goed. Ik heb een uur geleden alweer weer twee paracetamol op. En nu trek ik het een beetje weg. Dus. Oh, gelukkig. We moeten sowieso ook maar gewoon even ibuprofen naar huis mee halen. Die werkt daar vaak toch. Nog steeds heel veel zetpillen. Van ibuprofen? Nee. Oh, van paracetamol? Ja. Ja, oké, maar ja, ibuprofen die kikt er vaak gelijk wel in, zeg maar. En paracetamol moet je toch opbouwen. Nee. Dus ja. Of je zit stil of je gaat daar zitten. Wie komt gebeuren van jou... Nou, Sergio gaat vandaag voor het eerst met Jesse Silver mee naar de rugby. Ja. Hè? Ga ik naar de rugby? Ja. Ah, ah, ik ben er niet. Ah, is het leuk? Oké, goed zo. Papa gaat mee deze keer. Hey. Vind je het leuk dat papa meegaat? Jesse Silver. Ja. Vind je het leuk dat papa meegaat? Ja! Oké, goed zo. Nou, en we gaan dadelijk ook nog even een schilderijtje ophangen in de slaapkamer van Decenio. Ah! Niet vergeten, dit is de laatste week. Is dat leuk? Dit is de laatste week dat jullie de korting kunnen innen. Sergio René, 45%. Dus geen 40, maar zelfs 45% op hele toffe posters. Ze hebben zo ongelooflijk veel. Ik heb echt moeite om te kiezen. En 5% op lijsten. Dus ik zou zeggen. Ga de sodemieter naar de site voordat je te laat bent. Dus we gaan dadelijk eventjes in ieder geval die in de slaapkamer weer ophangen. Ja. Dan hebben we er nog twee daarna. Ja, nog twee. Ja. Maar daarvoor gaan we waarschijnlijk nog even een verandering maken. Zal ik het doen? Wat? De verandering? Ja, doe de verandering maar. Kunnen we gelijk even checken of het wat is. Zo. Ja, waarom hebben we dat nou gedaan? Omdat er nog een kast aan zit te komen. En die willen we daar gaan zetten. En om daar dan ja, van die grote kasten, meerdere naast elkaar, wordt waarschijnlijk wat te veel. Daarmee wordt ons plan om daar een poster op te hangen ook gewijzigd. We gaan ze gewoon alle twee hier zo boven elkaar hangen bij de koffiecorner. En ons plan is om dadelijk de platenspeler op te schuiven. Het enige nadeel is wel dat we daar geen stopcontact hebben. Voor het lichtje en voor de muziek. Maar we willen hier een beetje een hoekje voor Jesse Silver maken. Hier komt zijn kleine fietsje te hangen. Deze muur.
En hier gaan we een soort bureautje maken, wit. Die verder doorloopt dicht. Zodat we daar ook nog wat van zijn speelgoed kwijt kunnen. Dus dat het bij elkaar zit. En dan komt daaraan komt onze grote nieuwe kast. Die ook wit is. En deze schuiven we dan iets door. Ja, en de kast hebben we even helemaal leeg geruimd. Want het was en op een gegeven moment een beetje een opbergplaats voor van alles geworden. Dus dat gaan we even uitzoeken en verplaatsen. Zo'n bak. Weet ik niet, misschien wel. Maar hebben we de spelletjes niet in de witte kasten? De spelletjes in de witte kast. Op zolder? Ja. Dus moeten we even kijken of we het daar kwijt kunnen. Ja. Nou, de honden zijn net naar buiten geweest, maar... Ik heb nou weer eens... The girl with the bubblegum. Het is ook wel gelijk een stuk mooier zo nu dat beveiligingetje eraf is, hè? Want dan is hij toch heel erg mat. En wat ik ook leuk hieraan vind, is dat het dus geen glas is, maar ik denk plexiglas. Geen hard glas, maar plexiglas. Plexiglas. Ja. Waardoor die gewoon buigzaam is en dus minder gevoelig om te breken. Ja. Along the way. En daar zie je niks van. Ik ben er blij mee. Ik vind hem super schattig. Ja, eigenlijk moeten we nu iets vinden van mijn man. Heb ik al naar gezocht, maar die kon ik toch zo snel niet vinden. Maar vind ik wel leuk als er iets hier ook met een man is in dezelfde stijl. Dus daar ga ik nog even naar op zoek. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze vlog. Dus hopelijk vonden jullie dit weer een leuke vlog. Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten, zodat je alle video's meekrijgt. Als we weer iets leuks uploaden. Zo, en zeg maar voor hele nu. Mond vol. Ja, en we zien natuurlijk weer heel graag jullie reacties. Tot de volgende video. Ciao.